Sint-Catharinedal Oosterhout. Sint-Catharinedal is gevestigd in slotje de Blauwe Kamer, een van de 8 slotjes die Oosterhout stelde. Het is rond 1400 gebouwd. Zijn naam dankt het aan de voor het huis belangrijkste kamer, links van de toren in het oudste gedeelte. Die was tot 1915 voorzien van een behang van goudleer met de versiering van voluten, schelpen en gestileerde planten op een helderblauwe ondergrond. Welkom, fijn dat je gekomen bent. Lekker met papa en mama op stap. Dat is bof, hè? Welkom, fijn dat u er bent. Mag zich daar melden? Nog een kleintje, nog een kleintje. Hallo? Zo. Komt hier uit de stad? Ja. Hoe heet kindje? Nee, Stan. Stan. Die is ook de hoek. Die is ook, ja. Hallo? Welkom. Ja, dank u wel. Goedemiddag, dank u wel. Van harte welkom. Dag meneer. Fijn dat u er bent. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. Goed te kunnen vinden? Ja hoor. Met uw fiets? Nee, we zijn wel met de auto. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Welkom. Goedemiddag. U mag zich daar melden bij de heren. Hey. Hallo. Goedemiddag. Hey, hallo. Ja, zeker. Het is toch lekker druk, toch? Ja, het is goed. Je merkt er niks van, hè? Het domein is zo groot genoeg dat je niet merkt dat er zoveel mensen zijn. En iedereen is blij, dus nou, dat is het belangrijkste. En het weer. Ja, heel erg geboft. De regen van de afgelopen dagen en dan nu stralend weer. Het is... Heb je ook een heilige Clara? Zegt u? Heb je ook een heilige Clara voor het weer? Nou ja, we hebben wel heiligen. Ik houd op de heilige Rita. Oh, nee. Dat is leuk. Ja, het is goed. En het is goed dat we zoveel uren ervoor hebben uitgetrokken. En dan loopt het door. En, ja, dat is nodig. Ja, het is heel goed. Nee, we zijn tevreden tot zo. En dan kom je op plaats waar je nooit geweest bent. Hè. Is, iedereen kan ook de tijd ervoor nemen. Ja. Nee, het is goed. We zijn heel tevreden. Ja. Wel. Zo, goed hè? Ja, oké. Okay. Ja, ga ik. Oké, bedankt. Daar. Ja, dat zet ik bij je. Dankjewel. Nee, die zijn twee vossen. Dat wordt heel gezellig hier in de klooster. Ik wil hier onder mijn eer de rond bij de tekenkruipje open. Super. We hebben nu wel veel samengewerkt al, hè? Ja. Dat is erg leuk. Veel ingemeten en zo. Ja, kijk, wat en dit. Leuk, hè? De techniek is goed. Ja. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Nou, super. We gaan verder. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Heeft hij mij nog allemaal? Mag wel weg. Kom je uit Oosterhout? Nee. Nee? Uit Prinsenbeek. Prinsenbeek. En waarom bent u hier naartoe gekomen? Ja, wij hadden dat programma over de televisie gezien. Ja. Als ze hier die schuur over gaan verbouwen, ook zou ik zeggen, hè, voor die wijn. Dat is over Brabant geweest, hè? Ja. 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 En toen was u geïnteresseerd? Ja, ja, en dan, mijn dochter woont ook in Oosterhout. En ik heb... Maar niet in het klooster? Ze woont niet in het klooster? Nee, nee, nee. En ik heb zelf, toen ik jong was, 2 jaar hier in Oosterhout, bij Door Huypen gewerkt. Als landarbeider. Ja. Zo ja. Lekker. Ja. Dat zijn echt die vergeten groenten, hè? Mag ik vragen waar jullie vandaan komen? Ik kom uit Oosterhout. Uit Oosterhout? Ja. Daar is het. Breda. Breda. Ja. En wat is de reden waarom u hier naartoe komt vandaag? Nostalgie. Ja? Interesse in cultureel behoud. Met name erfgoed, vriend geworden. Dat soort dingen. Hè? Ja. Gewoon omdat het belangrijk is dat deze dingen blijven. Ja. Dat het niet allemaal maar verdwijnt. En dat mensen er weer eens van horen. En oh god, het is er ook. En mooi om kennis te maken. Voor wat na ons komt. Dus het is een goed idee om dit te behouden. Het is en, van
fantastisch. Nieuwe zusters proberen te vinden. Ja, want de zusters die rondlopen, dat is ook dat beeld wat wij van vroeger nog hebben. Ja. Dat je zegt van, oh, een zuster. En daar sta je bij stil, wat je anders nooit. Want je ziet ze niet meer, op straat niet. Je komt niet in de kloosters. Nee. Nou, hier zie je ze nogal, want hier heb je natuurlijk twee afdelingen. Ja, nee, maar ik, ja, voor mij is het, ik kom heel vaak in de kapel. En daar vind ik het wel heel veel te kijken. Dat is voor mij ook zoiets van, jee, want in de tuin kom je nooit. Dus dat je een kapel dat is een mag stukje. Bezoeken. En dat in de Heilige Driehoek hier, ik vind dat er hout van, dit cultureel erfgoed, die hele hoek. Ik vind het zo belangrijk dat die blijft en dat die, ja, zeker. Dat er mensen zijn die zich daarvoor inzetten. Dus dat opgaan, ja. Succes jullie, hè? Dank je wel. Hey, Vraan, het museum kwam je ook overal tegen. Ja, dat zeker. Ja. Nou, in andere hoedanigheid. U wilt nog misschien een beetje naar de quiz. Wat is dat? Is dat een quiz? Ja, dat is een quiz. En dan... Het is een quiz en dan kunt u bij de nummers, er zijn allemaal nummers bij verschillende groentes. En als u het nummer erbij zet, ja, dan ben ik toch benieuwd of het gaat lukken. Wat is voor jullie de reden om hier naartoe te gaan op deze open dag? Omdat wij uit Oosterhout komen. Ja. Kom het terug straks. Een keer wel kijken. En je komt hier heel vaak langs, maar je bent er nooit binnen geweest. Wel in de kapel. Ja? Ik heb wel in de kapel, maar verder is het. Ja. Gaat u dan naar de mis? Of, gewoon... Wij gingen toen naar de mis van... voor mijn schoonvader toen. Ja. Dus toen gingen we wel eens in de kapel, maar verder is ben ik nooit geweest. Dus. En een iets groter kamer. Eén dagje klaar binnen. Zo, dan kunnen we dan in ieder geval hopelijk aan de kisten overhandigen een keer. Ja. Zeker bedankt je. Maar dat weet ik ook nog. Ik ging nog over bedevaart naar Tilburg, ja. De Hasselse kapel. En daar kwam er ook Stel uit Dongen. Toen woonde ik in een Teteringen. Stel uit Dongen. En toen hadden ze, opa, die ging er vroeger kat naartoe. En als ze daar naartoe gingen, dan namen ze ook nog een borreltje. Ja, en ze zei, dat hadden ze bewaard van de erfenis. Opa, bedankt hè. Ja, ja. Ja. Goedemorgen dames en heren. Hier staat een gedeelte van de Oosterhoutse Nachtegaal. We zijn blij dat we hier de open dag mogen opluisteren. En we zitten hier in een schooltje. Ja, dat hadden wij eigenlijk nooit geweten dat hier een schooltje was. Dus wij dachten laten we beginnen met een nummer over een school. Het is van Paul McCartney, die u allemaal kent van de Beatles, maar die heeft ook een oratorium geschreven over zijn eigen jeugd. En dat gaat onder andere over zijn schooltijd. Algemeen, doordat het een strenge school was, redelijk brave kindjes. Enkele nog wat minder braaf. En dat stukje gaan we direct voor u uitbeelden. Kinderen zitten in de klas. En op een gegeven moment worden ze geconfronteerd met een nieuwe juffrouw die tamelijk streng is. Stukje uit Liverpool Oratorio van Paul McCartney. We're here in school today to get a perfect education. Yes, we're growing up. Say the words. And we will
Dit ken ik wel, ja. Ja, ben je hier wel gekomen? Als kind? Ja, als kind. Ja? Ik had hier een tante. Nog? Nee, niet zo toch hoor. Een tante was van mij. Oh ja. Ja, ja. En ik ga wel eens op bezoek. Ben je op bezoek natuurlijk. Ja, wat doe maar. Wij hebben nog een evenement. Ja, ik ga met je mee. Ja, het is handwerk, hè. Ja. Nou, we gaan het proberen. Je ziet zoveel bekenden dat we ze iedere keer kwijtraken. Ja. Maar dat weet ik zeker. Hé, wat vind je ervan? Moet wel gooien, hè? Ja, hè? Ja. Nou, dan ga je met de tuin. Wat ik al vind, dat we zijn mogen lezen. Dat doen we niet voor de hem kunnen krijgen, hoor. Ik vind het zo koud. Ja, maar ze zijn het nog aan het. En ik heb voorgedrongen, Tom. But I can say that looking back, the most important thing I find was saying no.